Nummertje 8, eekhoorn met de rechterhand gaat als volgt. Je begint op deze positie. Je begint met de vierde vinger op de la, met de wijsvinger op de fa kruis en met de duim op re en de pink op si. De eerste vier maten zijn net hetzelfde als de volgende vier maten. Dus let op. 1, 2, 3, 4. Rust. Rust. Nu net hetzelfde. Dus dat is twee keer net hetzelfde, de eerste acht maten, heel makkelijk. De laatste vier maten zijn een beetje moeilijker, die gaan als volgt. Dus nog eens opnieuw, die roetje, dat mag lekker kort zijn, hè. Tikke, takke, tonen. En dan roetje, in de... En dan haas je over. Dat is een mogelijke beginpositie voor de rechterhand te spelen. Nu kun je het ook anders doen, namelijk op het einde kun je eventueel je hand verplaatsen of je andere vingers bijschuiven en het einde in plaats van zo te spelen, kun je het einde zo spelen. Dus dan klinkt het, dan is het zo. Dat kan ook. Dan moet je dus niet haasje over doen, want anders is het zo, hè. Moet je haasje over doen. Dus nog eens één keer opnieuw, maar een beetje sneller nu met de rechterhand. Nummertje 8. Eekhoorn. Dus ik begin zo. Dat is de gemakkelijkste positie voor de rechterhand in het begin. 1, 2, 3, 4. Rust. 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 Voilà. Dat is de rechterhand van eekhoorn. Met de linkerhand kun je ook op twee verschillende manieren spelen. De eerste versie is deze versie, dat je zo begint. En dat je voor de C haasje over doet met de wijsvinger. Dus de linkerhand gaat als volgt. 1, 2, 3, 4. Dat is dus één mogelijke versie. Dan speel je met de linkerhand op de beginpositie, alle vingers op een rijtje, op re en de duim op la. En om de si te spelen, doe je haasje over. Je kan ook zo spelen, namelijk zo beginnen. Dat is een beetje moeilijker misschien. De beginpositie. Dan begin je met de wijsvinger op la en de vierde vinger op fa kruis. Let op. 1, 2, 3, 4. Rust. 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 Dus bij het laatste stukje ga je wel van die hand zo, ga je wel een beetje eentje opschuiven. Eén notje naar onder, naar de re. Ik ga nog eens één keer de linkerhand doorspelen, maar een beetje sneller nu. En ik ga de versie pakken met het overzetten, want die vind ik zelf precies gemakkelijker. 1, 2, 3, 4.
nummertje 8, E-koor met de twee handen samen, gaat als volgt. Je kan zo beginnen. Dat is misschien het gemakkelijkste. Je begint met de vierde vinger in de rechterhand op La en met de wijsvinger op La in de linkerhand. 1, 2, 3, 4. En nu kun je verplaatsen. Nu met je twee handen eentje opschuiven naar onder, met de duim dus verder gaan met de pink. Dan speel je gewoon het einde heel makkelijk. Voilà. Dat is een mogelijke versie. Nu kun je ook nog eventueel de versie spelen met de twee handen samen de melodie, waarbij je hier gaat overzetten en ook op het einde gaat overzetten. Dus dan gaat het als volgt. 1, 2, 3, 4. Die mag lekker kort en lekker krachtig. Dus goed luid. Nummer 8, E-koren met de twee handen samen, maar in de linkerhand akkoorden en de rechterhand melodie. Gaat als volgt. Je hebt in dit liedje heb je drie verschillende akkoorden nodig. Het akkoord van D. Het akkoord van G. En één keer het akkoord van A. Dus ook hier weer. Dat zijn de drie belangrijkste akkoorden van de toonaard of toonladder van Re groot. Namelijk het eerste akkoord, D, het vijfde akkoord en het vierde akkoord. Dus met de twee handen samen klinkt het als volgt. Ik speel de melodie een beetje hoger, want die ken je al. Dan kun je goed naar de linkerhand kijken. 1, 2, 3, 4. Dat is al een beetje moeilijker, omdat je af en toe moet afwisselen. Ook hier kun je nu met linkerhand, in plaats van één of soms twee akkoorden per maat, systematisch in elke maat twee akkoorden spelen. Dan gaat het als volgt. 1, 2, 3, 4. Vind ik zelf nog een beetje leuker, eerlijk gezegd. De moeilijkste versie is natuurlijk weer de versie met de omkeringen. Dat je het akkoord van D zo speelt. Het akkoord van G speel je dan zo. Het akkoord van A speel je dan zo. Dus, let op. Ik speel misschien de rechterhand nu zo. 1, 2, 3, 4. Zo. Heel veel plezier met dit eekhoornliedje. Dag.